Hallo allemaal en welkom bij de allereerste kook- en knabbelvideo. Welkom op mijn kanaal Oh Boy, dat is natuurlijk One Boy, One Joy. Of natuurlijk die ene jongen die op zoek is naar dat ene geluk. En dan ben ik die ene jongen. En dat geluk kan ik bijvoorbeeld ook vinden bij eten, bij food. En daarom wil ik eigenlijk dus nieuwe food video's maken. En die food video's zijn dus kook en knabbel. Koken is eigenlijk het deel dat ik echt letterlijk gewoon recepten uittest, bijvoorbeeld die ik lees. Of echt familierecepten eigenlijk, dus eigenlijk naar jullie breng en eigenlijk film en dan eigenlijk ook het recept online zet. En dan kunnen jullie eigenlijk zien of dat misschien ook wel aan jullie ligt om het misschien te maken. En wat ik eigenlijk ook ga doen is een knabbelvideo's dan. En knabbelvideo's is dat ik bijvoorbeeld mijn hotspots aan jullie laat weten van waar ik het liefst ga eten. Wat eigenlijk echt de aanraders zijn, wat eigenlijk de nieuwe hippe hotspots zijn. Ook als ik ze samen nog niet heb uitgeprobeerd, maar als ik bijvoorbeeld heb gezien dat het een nieuwe plaats is dat je blijkbaar echt moet checken of zo in een bepaalde stad, dan laat ik die ook zeker even weten aan jullie. En deze eerste video is een kookvideo, dus eigenlijk dus het kookgedeelte van de kook en knabbel. En in deze video ga ik eigenlijk twee soorten wraps maken, allebei met zalm, maar de ene is eigenlijk met een soort kruidenmix en zure room en de andere is dan met een dipsaus van IKEA. En ik vond dat eigenlijk wel een keer leuk om uit te testen en ik heb dat eigenlijk allemaal gefilmd voor jullie. Dus we gaan er nu aan beginnen. Wat heb je nodig? Ijsbergsla, je hebt gefrituurde uitjes nodig, je hebt ook zure room nodig, ook een lekkere mosterd en dillensaus van IKEA, gerookte zalm, een Mesa Mexicana dip mix, ook tortilla wraps. En dan ga je eigenlijk dus gewoon de zure room in een potje doen. Je gaat die eigenlijk gewoon wat pletten zodat die eigenlijk makkelijker is om te mengen. Dus je doet ook onmiddellijk gewoon de tweede zure room erbij. Voilà. Je roert het even door elkaar en dan doe je eigenlijk dus de dipmix erbij. Dan voeg je een beetje water eraan toe. Twee eetlepels en dan roer je ook nog eens even het mengsel goed door elkaar. Breng het dan op smaak met nog wat peper en ook nog wat zout natuurlijk. En dan gaan we eigenlijk dus de tortillas openen. De tortillas nemen wij meestal van Krusty, super lekkere. En wat je dan doet is eigenlijk gewoon met wat water, eigenlijk met de vingers, eigenlijk gewoon de tortilla besprenkelen. Om gemakkelijker zo op te warmen in de microgolf. En dat doe je eigenlijk in ongeveer een anderhalve minuut. Voilà, perfect, ze zijn klaar. En dan gaan we eigenlijk ze dus beleggen, zodat het beleg al klaar staat. En dan kan je gemakkelijk eigenlijk dus de saus bijvoorbeeld toevoegen. Dit is de IKEA saus van mosterd en dille. Daarna voeg je eigenlijk gewoon de zalm eraan toe. Je belegt het eigenlijk mooi, zodat er genoeg op ligt, zodat je genoeg smaak hebt. En dan natuurlijk de gefrituurde uitjes voeg je eraan toe. En natuurlijk ook de ijsbergsla. Zorg dat je eigenlijk de rep goed opvouwt. Probeer het alvast. En dan kan je eigenlijk er gewoon lekker van smullen. Et voilà. De tweede optie is dus eigenlijk met de zure room en de dipmix. Je belegt de rep met zure room. Dan ook natuurlijk de zalm erop. De gefrituurde uitjes erbij. En dan ook nog wat ijsbergsla. En zo heb je eigenlijk ook al de tweede versie klaar van de wraps. En het is eigenlijk perfect voor een gemakkelijke, snelle lunch. En ik heb ze zelf ook geprobeerd. En ik vond ze eigenlijk wel nog echt lekker. Dit was natuurlijk een simpel gerecht zoals je zag. Maar het is wel gemakkelijk voor een lekkere en snelle lunch. Maar ongeveer, denk ik, 4 dagen voor kerst, op woensdag 20 december, komt een tweede kookvideo uit. En dan is het iets typisch voor kerst, maar iets uniek. Iets dat je waarschijnlijk nog niet echt hebt gezien. Ik heb het vorig jaar wel gekookt rond deze periode. Dus misschien ga je het eigenlijk wel al doorhebben over wat het gaat. Maar dat is eigenlijk, dan komt er dus weer een nieuwe kookvideo. En dat is dan weer een kook- en knabbelvideo, maar dus weer een kookvideo. En dan de derde video van de kook- en knabbelvideo's zal waarschijnlijk wel dus een knabbelvideo worden. Maar dus eigenlijk volgende week is er iets totaal nieuws van video. Dus als je dat ook niet wil missen, abonneer zeker even. Dat kan je hier door op die bol te klikken. En doe zeker ook even een duimpje omhoog. Dat kan eigenlijk door die duimpjes hieronder eigenlijk blauw te maken. Bedankt allemaal alvast om te kijken naar deze eerste kook- en knabbelvideo. Het recept moet ik nog zeggen, die
die kan je op de site terugvinden, oneboyonejoy.com. En dan kan je ook die link vinden in de beschrijving. En ja, andere recepten staan er ook al op, dus zeker even checken. Bedankt allemaal om te kijken nog eens en hopelijk tot een volgende video. Tot een volgende knabbel en kook. Tot de volgende kook en knabbel. Ik moet er zelf nog in komen, het is allemaal nieuw voor mij ook. Tot dan, bye bye.